Hoe kennis al 15 jaar de weg vindt naar Wikipedia. Dit is kennis. Kennis is belangrijk. Kennis wil graag te vinden zijn door iedereen. Maar kennis woont in bibliotheken, musea en archieven. Kennis wil online te vinden zijn door iedereen. Maar hoe komt ze daar? Gelukkig is daar Bram. Bram heeft gezocht naar kennis. Na een zoektocht in archieven heeft hij gevonden wat hij zocht. Bram wil dat deze kennis voortaan te lezen is door iedereen. Bram schrijft er daarom een artikel over op Wikipedia. Dit doet hij wel vaker met alle kennis die hij tegenkomt en die hij nog niet kan vinden op Wikipedia. Bram is een held. Dankzij hem kan nu iedereen die zoekt naar kennis over uiteenlopende onderwerpen deze gewoon op Wikipedia vinden. Wij zijn trots op alle helden zoals Bram. Zij dragen allemaal als vrijwilliger bij aan Wikipedia. In 2001 zijn zij gestart met het schrijven van de Nederlandstalige Wikipedia. En ze hebben inmiddels 1,8 miljoen artikelen gecreëerd. Nog dagelijks komen er artikelen bij. Hulde aan de vrijwilligershelden. Dankzij hen vinden scholieren al 15 jaar hun weg naar online informatie, worden discussies opgelost door Wikipedia te raadplegen en geven wij kennis door aan de volgende generatie. Daarnaast zou Wikipedia niet kunnen bestaan zonder bijdrage van onze donateurs. Vrijwilligers en donateurs zorgen ervoor dat Wikipedia bestaat en dat Wikipedia online en neutraal blijft. Of dat nou is door bij te dragen aan artikelen zelf of door een donatie te geven. Wikipedia is kennis beschikbaar maken voor iedereen. We doen het samen, al 15 jaar. Doe je mee?